belangenverstrengeling lijkt aan de orde van de dag in de geestelijke gezondheidszorg. Afgelopen maanden was het ministerie van Volksgezondheid bezig om het landschap van geestelijke gezondheidszorg te herstructureren. Tijdens dit proces gaat veel fout, zo blijkt uit verschillende bronnen. Maar slechts weinigen willen openlijk hierover praten. Dat blijkt ook uit het verhaal van bezorgde ouders uit Beuningen die anoniem willen blijven. Hun kind zit in een GGZ-instelling en deze ouders willen anoniem blijven omdat ze bang zijn voor de gevolgen voor hun kind mocht hun identiteit bekend worden. Hij is een traject in van 2 jaar, waarbij hij afhankelijk van zijn ontwikkeling zeg maar vrijheid opbouwt. En uiteindelijk is het doel dat hij weer zelfstandig in de maatschappij terechtkomt. Vervolgens is hij hier terechtgekomen, was de kennismakingsfase, de intakefase. En op een gegeven moment is er binnen 4 tot 10 weken zou er een behandelplan moeten zijn. En uiteindelijk is dat pas na 20 weken voorkomen, afgemaakt en ook aan mijn zoon overhandigd. Dus ook daar weer stagnatie. En zo'n zit daar 24 uur, 7 dagen in de week. En hij krijgt maximaal 3 uur therapie in de week. En de uren die dan uiteindelijk toegezegd zijn, die kunnen gewoon zomaar uitvallen omdat er zieken zijn of mensen met vakantie zijn. En dat is niet af en toe, maar het is heel erg veel dat dat gebeurt. Had je eindelijk het idee van oké, misschien gaat dit wat worden, stopten ze weer. Veel stagiaires. En weet je, dat maakt op zich nog niet zoveel uit als er maar concreet iets uitkomt. Als je maar als ouder handvatten krijgt. Of als er maar een goede diagnose gesteld wordt waardoor je iets kunt. Nu is hij weer gediagnosticeerd en dan blijkt hij een vorm van autisme op te hebben. Dan denk ik, was dat dan niet mogelijk toen om te herkennen? Dan was het heel anders gelopen, waarschijnlijk. In een schriftelijke reactie laat de Inspectie voor de Gezondheidszorg weten dat klachten van burgers in eerste instantie terechtkomen bij de klachtencommissie van de instelling. Daarnaast kunnen burgers ook terecht bij het landelijk meldpunt zorg. Het landelijk meldpunt kan indien nodig een signaal geven aan de inspectie. En dat ze gaan kijken wat is er aan mogelijkheden en wat gaan we echt inzetten. En dat er mensen zijn die echt kijken en luisteren naar iemand. En niet alleen maar dat bedrijfsvoering belangrijk is, maar dat de patiënt voorop staat. En dat gevoel heb ik nog steeds niet. Ik heb de hoop gehad toen de rechter zei, deze jongen of man heeft geen gevangenisstraf nodig, maar die heeft een goede therapie nodig. Toen had ik heel veel hoop en vertrouwen. En ik ben weer in mijn vertrouwen geschaad, ja. In de meeste gevallen vraagt de inspectie aan de instelling om zelf onderzoek te doen. Van dit onderzoek wordt een rapport gemaakt. De IGZ kijkt naar het rapport en toetst de inhoud en kwaliteit. Afhankelijk van de uitkomsten beslist de IGZ of er maatregelen genomen moeten worden en zo ja, welke maatregelen. Ik zie het nu al gebeuren. Hij is vrijheden aan het opbouwen. En hij loopt dus alweer gewoon rond, met zijn ziel onder de arm, in een stad die hij niet kent. Zonder dat hij de juiste therapie afgerond heeft, of überhaupt gestart is, die volgens de protocollen nodig zijn om überhaupt die vrijheid te kunnen krijgen. Zoals bijvoorbeeld, dat is een therapievorm, hoe voorkom je dat je weer in de fout gaat? Die heeft hij gewoon niet gehad, maar hij was wel al rond aan het lopen. En natuurlijk, wat doe je dan? Dan zoek je weer wat voor jou vertrouwd is en je gaat toch weer krakers opzoeken en dat soort dingen. Dat is vertrouwd. Je hebt nog niet geleerd wat je nodig hebt om niet weer in je oude patronen terug te vallen. Dat is wat er nu gebeurt. En dat vind ik heel kwalijk. De inspectie houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorg door incidententoezicht. Bij meldingen gaat de IGZ over naar een standaardprocedure. Jaarlijks komen er 10.000 meldingen binnen. Hij heeft geen vertrouwen in de GGZ. En ik ook niet.
Een andere vorm van toezicht is risicogestuurd toezicht. Hierbij onderzoekt de IGZ instellingen of afdelingen waar volgens verschillende bronnen blijkt dat er sprake is van mogelijk verhoogd risico. Er worden dan onaangekondigde bezoeken gepland vanuit de IGZ die de instelling controleren. Het is een te grote organisatie waarbij andere belangen een rol spelen dan de zorg die ze zouden moeten bieden. Het is een groot bedrijf met grote bedrijfsvoering en waarschijnlijk ook nog politiek of weet ik veel. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.